goedenavond. Aanstaande woensdag mogen we hopen dat het druk wordt op het Malieveld. Daar protesteren kijkers en makers van de publieke omroep tegen de kaalslag die na 200 miljoen eerder nog eens 100 miljoen aan bezuinigingen zou betekenen voor ons en voor u. Als reminder dat bijzondere televisie soms gewoon wat kost. Een bewerking van een uitzending die wij ooit maakten over een televisieserie die voor iedereen van een zekere leeftijd een legende is geworden. Floris. Spanning, actie, snelheid. 1969, de tijd waarin de Nederlandse televisie toch vooral een clown was. Met een hoedje en een huifkar en een mamalou, Pipo. Dit was anders. Dit was wat. Dit was zoiets als Ivanhoe met Roger Moore. De hit van toen. Ivanhoe! 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 En zoiets moesten wij toch ook kunnen, vond de toenmalige hoofd van de NTS, een voorloper van de NOS een paar afko's geleden, Karel Enklaar. Hij kreeg in de nieuwe omroepwet de bevoegdheid meer te maken dan alleen journaals en sportuitzendingen en besloot met zijn hoofd jeugdzaken geld opzij te zetten voor een echte goede jeugdserie. En dan komt door het lot, het toeval, het talent van drie jonge mannen bij elkaar. Regisseur Paul Verhoeven, scenario-schrijver Gerard Soeteman en acteur Rutger Hauer. Op dat moment waren ze nog helemaal geen regisseur of schrijver of filmacteur. Dat werden ze. Door het geld dat de NTS in de serie stak, de vrijheid die de NTS erbij gaf, konden de makers iets worden. En de serie dus ook. De serie een legende, de makers sterren. Even kijken welke aflevering het is. Gerard Soeteman. Julius Stefaro. Muziek. Machtig. Floris en Fakir, zo heette de serie oorspronkelijk. Hoofdpersonen, Floris, een jongeman die jaren onder de Portugezen gevaren heeft. De Fakir, vriend van Floris, beheerser van tal van Fakir-trucs, goochelaar en alchemist. Floris is gauw op zijn teentjes getrapt, dapper, maar oplossingen van moeilijke situaties moeten van Sindara komen. Hij is de clevere van het duo, maar zal dit nooit laten merken. Het toenmalige hoofd van de NTS-televisie, Karel Enklaar, die was zo nijdig dat er een aardige Vlaamse serie was, Johan en de Alverman, en een aardige Franse serie, een aardige Engelse serie, dat hij zei, ik wil nou dat er ook eens een jeugdserie wordt gemaakt. Goeiedag samen. Goeiedag. Weet jullie misschien waar Willem Claesson woont? Willem wie? Claesson, Willem Claesson, de molenaar. Ah, Willem van de Watermolen, ja, ja, die ken ik. Is het nog ver van hier tot bij de watermolen? Ja, dat is nog een heel eind. We zullen er vast en zeker niet aankomen voor het donker is. Oh. Hij was zo stikjaloers dat die Belgen iets maakten waar de Nederlanders naar keken, dat hij riep op een vergadering, er zij ook een Nederlandse serie. Kijk, het uitgangspunt was, we gaan een filmserie maken nu voor het eerst. De filmacademie leverde al wel mensen af in die tijd. Maar ik moet zeggen, in het algemeen was er niet zoveel animo uit die hoek. Er was een periode, de televisie was iets van, ja, dat is toch een beetje voor de werkster, riepen ze dan, hè. Dus ze wilden ook daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Ze wilden zich allemaal voorbereiden toch om een Haanstra te worden of om een Fellini te worden. Dat is een stuk beter dan de vorige keer. Ja, het geluid was ook uitstekend. De beweging is voor mij oké. Als de actie ook goed is, dan...
Nou ja, ik was toen net uit dienst eigenlijk, hè. En ik had in dienst gefilmd voor het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers. Het was eigenlijk door de dienst dat ik me realiseerde dat ik film veel leuker vond dan wiskunde. Ik wou speelfilmregisseur worden eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk het alleraardigste, om met acteurs te werken en verhalen te vertellen. Korps Mariniers was natuurlijk een documentaire. Wel op een James Bond manier gedaan, niet waar? Dat heeft ook die drive en die teleshots en de camera die beweegt en zo. Als je naar kijkt, dan zie je dus eigenlijk dat ik hooglijk beïnvloed was door Dr. No en From Russia with Love. Ik wou iets groots maken. Ik had een lijstje gemaakt van de projecten die ik toen wilde doen. En daar stond Alexander de Grote op. Maar wel het boek van Couperus, dus Iskander heette. En daar stond ook Anton Wachter op. De romans van Simon Vestdijk. De Nederlandse filmproductie stelde ook nog niet zoveel voor. We hadden Haanstra en we hadden nog een paar grote regisseurs die af en toe een film maakten. Met heel veel moeite om dat geld bij elkaar te krijgen. En de grote boom moest nog komen. Ik vond eigenlijk ook natuurlijk dat het een hele stap was van Couperus naar Floris toen in mijn hoofd. En zelfs van Anton Wachter naar Floris was een hele merkwaardige stap. En met hem heb ik het erover gehad, nogal uitvoerig. Van kijk, dit gaan we dus doen. En dat betekent wel, want ook een beetje verontschuldigend, dat betekent dus iets anders dan misschien je... in je hoofd hebt. Nee, riep hij meteen, want dat is precies wat ik eigenlijk vind dat er moet gebeuren. Er was zoveel niet-interesse in Nederland voor mijn filmplannen. En het was zo moeilijk om überhaupt iets van de grond te krijgen in Nederland, in de filmsfeer, dat ik eigenlijk gewoon eieren voor mijn geld heb gekozen. Dus ik heb toen die knoop doorgehakt en gedacht, ik doe die gekke Floris, dat kinderachtige verhaal. Misschien kan ik er wel iets mee doen. Direct ook was het hem duidelijk wat er gevraagd werd. En dat het ging om een beetje massa-achtige productiegang. Ik dacht, als ik een paar honderd mariniers kan laten landen als in Normandië... of bunkers opblazen, ik denk, nou ja, dan kan ik toch ook van twee ridders op een paard filmen, niet waar? Dat zal toch niet zo moeilijk zijn? En een beetje knokken is dan ook niet zo moeilijk. Ik heb genoeg Dick Bos bestudeerd om te weten hoe je dat moet asseneren. Ik ben natuurlijk een grote fan van Dick Bos, hè. Een hele hoop van die plaatjes, dat is gewoon draaiboek. Draaiboek voor actiefilm. Eén beweging wordt van deze hoek gefilmd, de andere beweging van die andere hoek. Depending wat de beste hoek is, om een slag zo acceptabel te maken. Niet waar? Kijk, als je iemand slaat, dan een acteur, je weet, is heel bekend natuurlijk. En dat zie je in elke film. Als je een acteur een klap wil verkopen, die tegenover je staat, dan moet je hem natuurlijk niet echt op zijn gezicht slaan. Niet, hè? Dus de idee is dat je gaat dus eigenlijk zo naar iemand toe. En dan, als jij naar voren komt, nou, dan mag je eens één keer in beeld. Kijk, dan is de idee natuurlijk niet dat ik dit doe, want dan heb je een blad, maar je doet dit is eigenlijk niet waar. En op dat moment, als jij het nou goed doet, ga je meteen met je hoofd achteruit. Ja, zie je? En al die trucjes had ik ook wel bestudeerd in Amerikaanse films, nietwaar? En geholpen door de tekeningen van Mazur, heb ik gedacht, nou, dat kan ik wel. Hij wilde dolgraag eraan meewerken. Het was voor de eerst dat er iemand erg enthousiast over was. Dus het was een hele leuke start. En ik dacht, nou ja, in ieder geval is het met acteurs. Al die andere dingen die ik had gedaan, waren natuurlijk zonder acteurs. Ik had een vriend, die gaf les, dat was een Nederlandicus, die gaf les op de toneelschool Wiebe Hogendoorn. Ik vroeg aan hem, wie beken jij iemand die aan wat durft en op een paard kan zitten en die kan schermen en een beetje dommig eruit ziet? Toen riep hij direct Rutger Hauer. Twee jonge toneelisten, Bernie Avery en Rutger Hauer, zijn deze zomer geslaagd voor het eindexamen van de Amsterdamse toneelschool en daarna naar het Hoge Noorden getrokken. Ze maken nu deel uit van de Noordercompagnie, standplaats Drachten. Dus toen ben ik als redacteur van de NTS naar het noorden gegaan, naar de Noordercompagnie, waar hij speelde. En daar heb ik Rutger gezien en dat beviel mij in hoge mate. Na een repetitie
neemt Rutger Bernie mee naar zijn huis, een daglonerswoninkje in Siegerswoude, dat hij voor 12,50 per week van een oude boer heeft gehuurd. Hij ziet er heel goed uit. Hij durft alles. En het is bovendien een uiterst merkwaardige snippenschieten. Gerard Soeterman, die zei, je zou een ridder kunnen spelen in een tv-serie, heb je daar zin aan? En toen zei ik, ja, natuurlijk. Ik kan rijden in mijn hoofd, ik kan schermen, kan ik ook, en dat kan ik best goed. Dus, nou ja, de rest, dat zien we dan wel. Hoe bevalt u dit herdersleven? Nou ja, Rutger Hauer was niet eens de eerste keuze, nietwaar? We hadden Karel van Herwijnen hadden we gekozen. Rutger vond ik er wel heel leuk uitzien, maar Karel van Herwijnen was natuurlijk een veel meer een echte acteur. En die kon daar veel meer van maken, van die scènetjes. Stitschkin liep, een weinig gegeneerd, maar overigens streng, gedecideerd en ernstig als altijd door de kamer heen en weer, rookte zijn sigaar en zei... Een paar weken voor het draaien... Viel die ineens weg, omdat hij bleek een contract te hebben, gewoon met Rotterdamse Toneel, die hem niet wilde laten gaan voor zo'n periode van, nou ja, zeg maar 3 maanden. Maar goed, dan zijn er natuurlijk 6 geworden. Maar toen Carlo wegviel, toen zei Max Appelboom, en ik was daar volledig mee, zei, nou ja, maar die ene jongen die was toch ook wel heel leuk, dat is zo'n blonde held toch eigenlijk, niet waar? En ik zei, ja, maar met acteren zei hij, nou ja, moet je luisteren, dan moet je hem dan maar vertellen hoe hij dat moet doen en zo, niet waar? Ik kan hem ook heel goedkoop krijgen natuurlijk. Dat zal ook wel argument zijn geweest. En die Noorderkompie vindt dat heel leuk, die staan er helemaal achter enzovoort. Dus toen op het allerlaatste moment zijn we van Karel van Herwijnen naar Rutger geswitcht. Rutger Hauer kreeg 975 gulden per aflevering en daarmee was de kern van de ploeg compleet. Een regisseur, een scenario-schrijver en een acteur die geen van allen ooit een televisieserie hadden gemaakt. En dat terwijl het, zeker voor een Nederlandse serie, hels ingewikkeld zou gaan worden. Buitenopname die afhankelijk maakte van het weer en extra kosten met zich meebrachten. Historische locaties die ook nog eens een kapitaal aan kostumering vroegen. Spektakelscènes met stuntmannen en al op een schaal die in ons land nog nooit was vertoond. Dat werd dus uitproberen, domweg uitproberen. 3 maanden lang volgens de begroting met 80 acteurs, 2000 figuranten, 7 paarden en los kleinvee. Hoewel, 3 maanden, dat werden er 6. Loop, camera! Loop. 5:52, 5:52, tweede maand. Ja, Paul was filmmaker en hij dacht, dit gaat lukken. Nou, en dat dachten we allebei, dat gaat lukken, maar hoe wisten we absoluut niet. Actie! Ik wist nog niet eens dat je een klap moest laten gebruiken, want ik had altijd zonder geluid gedraaid, nietwaar? En ik herinner me nog bij de eerste draaidag, geloof ik. Dan moest je dus roepen, geluid, camera, en dan riep ik al meteen actie. En dan zei Tom Bunet, wacht, wacht, wacht! En dan kwam die, rende zijn assistent naar de set, klik! En ik zei, wat is dat? Ja, dat moet ervoor, joh! Ik zei, oh, elke keer? Ja, moet elke keer voor, bij elk shot, bij elke take. Ik zei, oh, oké. We waren echt piepjong. Ik wist absoluut niet, echt niet, hoe ik dit nou zou doen. Als het kwam tot dat je dus moest... je moest gewoon doen alsof je ridder was. En je moest doen alsof je... Hè, dat acteren, dat vond ik... Ik was er nog helemaal niet uit. Ik had toneelschool gehad. Waar ik volgens mij niets heb geleerd over wat acteren dan is. Wil jij nog wat hebben? Paul was eerlijk en hij zei van, ik weet niet hoe dit moet. Doe maar wat bozer of sneller of zo, want ik vind er niks aan zo. Jij begint dus met te zeggen van wil je nog iets hebben? Dit kan wel een beetje hebben, omdat het shot zo kort is, kunnen we wel een beetje sfeer hebben. Ja, gewoon dat je echt miezerig voelt een beetje. Dag ik je, jongens. En hij riep vaak, Rutger, doe je mond nou dicht? Want ik stond altijd zo te kijken. De acteurs zijn er niet bij als de rusjes gedraaid worden, want dat zou hen misschien beïnvloeden in hun spel, hen onzeker maken. Geen enkele acteur mocht van de producent de rusjes zien. Dat is wat je per dag draait. Ik vond dat eigenlijk onzin.
En Rutger, die ook totaal geen ervaring had, alleen dat toneel natuurlijk, die was dus, die had dezelfde mening. En die zat dus altijd bij ons stiekem onder de tafel. Zodat hij ook kon kijken. En dan bij Rutger zie je precies hetzelfde. Als je nou zou weten hoe die film is opgenomen. Wat eerst is gedraaid en wat later. Dan zie je Rutger, net zoals ik, zich ontwikkelen eigenlijk. We gaan. Ja, kom. Blijft riskant. Ga je ermee doen? Zul je wel zien. Zorg even lonten en een klos scharen. Een klos scharen? In het begin is die een beetje zo. Oh. Keuk, gaan we. Ik ben Floris van Rosemond. Van Rosemond? Ze hadden me gevangen gezet op mijn eigen kasteel. Tollaars van Gelre. Het kasteel dat mijn broer me heeft nagelaten. Gisteren alleen water en brood gehad. Ik keek meer van, hoe ziet het eruit? En geloof ik het wel? Ja, ik geloof het wel. En hoe gaan we doen dat met z'n tweeën? En hoe gaat het paard rijden? En hoe is het zwaardvechten? En als ik weer zo'n kort zinnetje moest zeggen van, we gaan. Dan dacht ik, oké, gelukkig dat het kort is. Want dat vond ik nou niet echt, als acteur dacht ik, dat kan vast anders, dacht ik. Maar dat wist ik dus niet. Het kan dus anders, maar ik wist het niet. Gewoon. Terwijl die later is het allemaal heel sierlijk. Is bijna als je daar verliep is het dan geworden. Dan heeft hij allemaal geleerd door stiekem onder de tafel. Bijna achter de benen van Max Appelboom. Te kijken hoe dat beter kon. Hoe kon het beter? Dat was wat ik dacht en dat was wat Rutger dacht. De eerste dag op de set. Toen dacht ik, nou sta ik hier. En toen viel het. Het is niet een kwartje hoor, dit is echt een donderslag. En ik dacht, dit is mijn vriend. De camera. Dit ding. Ja, ja. En ik weet niet waarom, maar ik dacht, dit is mijn vriend. En dat ga ik onthouden. Hoe heette de serie oorspronkelijk? Floris en de Fakir. Want het moet allitereren. Koud. Het wordt herfst. En winter. We zouden het hier niet prettig krijgen. Dat went wel. Je kan nog terug naar Indië. Nee. Ik blijf dat jij papieren terug hebt. Ik zou je hulp hard nodig hebben. Die serie eigenlijk is het slimme oosten, het geweldloze oosten tegenover het westen waarbij men eerst gaat slaan en daarna gaat nadenken. Gooi ze erin. Loopt het mis en dan moet die oosterling, die Sindra, die moet het allemaal oplossen. Dat is dus iets merkwaardigs in film. Rutger is niet als domme, niet de scène beheersende figuur in te voegen. Jos Bergman, Sindela, was een veel minder dwingend acteur dan Rutger. Dus nu even studeren. Jij begint dus met te zeggen van wil je nog iets hebben. En Paul is dan iemand die op grond van wat hij voor de camera ziet op zo'n situatie inspringt. En steeds meer aandacht aan Rutger is gaan geven in plaats van aan die Sindala. En daardoor is de serie van opzet veranderd. Maar dat is gekomen door het feit dat de uitstraling van Rutger zoveel groter was dan van Jos Bergman. Ah!
Maar dan was het door de dominantie die Rutger innam in het frame, dat je op een natuurlijke manier Rutger net iets meer naar voren zette en de camera een beetje aan zijn kant. Omdat hij eigenlijk toch de held werd. Hij ontwikkelde zich tot de held. En dat voelde je als regisseur intuïtief. En daar moest je ook intuïtief mee meegaan, vond ik. En die vakiertitel is er gewoon afgevallen, tot grote woede van Gerard, geloof ik. Want die vond de alliteratie Floris en de vakier, vond hij natuurlijk heel leuk. En het is ook een leuke titel. Maar het was toch eigenlijk meer dat het Floris was geworden. En dat was eigenlijk iets dat tussen mij en Rutger gebeurd is. Ik denk dat mijn zelfvertrouwen een stuk groter is geworden eigenlijk, door de serie heen. En ik weet dat op een gegeven moment realiseerde zij zich, aan de andere kant van de camera, dat ik echt de ster was en dat ik het ook wel dragen kon. En waar ze me voor hadden ingehuurd, kwam naar voren. Op een aantal manieren. Ik wist het zelf niet, maar het kon me niet. Ik vond het gewoon hartstikke leuk. En ik dacht, wat leuk om dit te doen. Ik was echt aan het stoeien met het materiaal. Dus anders dan een soort van zelfvertrouwen, maar eigenlijk een kleinste begin ervan. Dat het wel bij me paste en dat ik wel thuis hoorde in deze rol. En dat had ik niet eerder gehad eigenlijk. We gaan verder. Ik heb een ontzettend grote presence, daar kan ik ook niks aan doen. Dat overschaduwt mensen. Ik doe er helemaal niks voor. Dus dat is misschien dat evenwicht. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Vier weken, dat was dan een derde van de draaiperiode natuurlijk bijna. Toen moet iedereen toch gerealiseerd hebben dat we ongeveer niet een derde gedraaid hadden, maar dat we niet meer dan 10% op zijn hoogst hadden gedraaid. Ook omdat ik het script van Gerard serieus nam, nietwaar? Ik dacht niet van, nou ja, dat is te moeilijk, dan laat maar weg. Ik denk, dat is te moeilijk, dan gaan we het juist leuk doen. Maar als het moeilijk is, dan kost het... Kijk, als je een goede actiescène wilt doen, dan kost het niet een half uurtje, nietwaar? Dat kost je een dag. Achtervolging van paarden is, dan moeten ze echt in galop en dan moeten ze niet in draf. Niet meer. En die paarden waren buitengewoon onaangenaam, want die waren helemaal geen getrainde filmpaarden natuurlijk. Dus als er een camera in de buurt kwam, dan sprongen ze of naar links of naar rechts of ze stopten. Dus om die in galop te houden, dat was al dagen werk dus. Pas op! Bent u gewond? Spijt me erg. Komt hier anders nooit iemand? Zie je wel, we moeten nog verder van Oldenstein. Oldenstein? Komen jullie van Oldenstein? Moet je daar naartoe? Heer Wolter houdt niet van vermommingen. Ik herinner me dat Anton Kortekaas, die dus mijn eerste kutter was, die zei tegen mij in de eerste twee weken, maar Paul, dat is helemaal geen televisie, dat is film. En ik dacht, ik dacht eigenlijk niet eens over. Nou, ik denk, ja, licht is veel. Hij zei, maar zo draait niemand. Wij dachten dat we Pipo kregen. Pipo in de middeleeuwen. Floris was een heel leuk, eenmalig avontuur. Er is daarna niet gedacht, we moeten hier nu flink mee door. Het was een incident. En toen dit incident voorbij was, riep iedereen maar, nou, dat moest maar niet meer gebeuren, want het is veel te duur geweest.
jammer genoeg. Maar want we hadden eigenlijk toch bewezen met die mensen die eraan gewerkt hebben, dat we het kunnen in Nederland. Nee. Stel nou dat toentertijd iemand had gezegd, leuk hoor, die jeugdserie, Floris, zoveel delen, maar het is veel te duur, gaan we niet doen. Ja. Wat had hij? Dan zat ik hier niet hoor. Dan zat ik hier niet. En was ik er niet. Dan zaten we dit niet te doen. Heel simpel. Voor mij betekent Floris gevoelsmatig ontzettend veel. Ik vind het eigenlijk een, zoals al uitgelegd, de meest prettige manier die ik ooit heb gehad om met een kroet en kaas te werken. Beter dan alles wat ik eigenlijk later heb gedaan. En zeker in de United States, waar alles helemaal eigenlijk een beetje, koud is, vind ik zelf. Dus ik vind dat er heel veel, met buitengewoon genoegen denk ik aan Floris terugwerken. Gaan. Op het stalen ros 44 jaar later. Op de ranglijst van de best bekeken televisieprogramma's op het tweede net van 1969 staat op 1 een aflevering van Floris. Op 2 Floris. 3, 4, 5, 6 Floris. En is toch nooit vervolgd. Na afloop van de serie stond er bij de NTS een doos vol rekeningen en contracten, al dan niet betaald en zo chaotisch dat geen mens meer helemaal heeft weten uit te vinden hoeveel Floris nou gekost heeft. Maar schattingen komen uit op zo'n 1,2 miljoen. Ruim 3 keer de begroting. En zo bleef Floris een eenmalig experiment. Maar wel met grote gevolgen. Turks Fruit, Soldaat van Oranje en zowel voor Hauer als voor Hoeven, Hollywood. Toch best een aardige investering al met al, dat geld. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze volgende week. Weer hier vanuit Beeld en Geluid, een veldslag uit de Tweede Wereldoorlog in ons land.